iemand, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, het is 2:15. En ik ga vandaag voor jullie weer een nieuwe weekvlog beginnen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram en TikTok. En dan gaan we gelijk beginnen met deze weekvlog. Ik was begonnen met het opruimen en schoonmaken van mijn kamer, zoals je kan zien. Maar ja, ik weet niet of ik de enige ben, maar ik had er opeens gewoon helemaal geen zin meer in. Dus ik ga dat later even opruimen als ik er wel weer zin in heb. Nu ga ik eerst even wat kerstcadeautjes inpakken. Oké, guys, het is al even iets later. Ik heb mijn hele kamer opgeruimd. Ik heb net gegeten. Ik heb mijn ringlamp even aangezet. Anders had ik echt geen licht. Maar ik heb om 7:30 echt iets mega leuks. Ik heb namelijk een online bingo. Met Omoda. Ze hadden al eerder een kaartje opgestuurd en de bingo kaarten. En ook nog een chocoladeletter. Of wel een letter. Chocoladereep. Ik heb hem al opengemaakt. It's the night before Christmas. Nummer 23. Oh, die heb ik ook. Maar een paas. Oké, guys, het is vandaag dinsdag en er is net een pakketje binnengekomen. Die ga ik nu gelijk openmaken, want ik heb echt zin om deze open te maken. Oké, guys, dit is wat erin zit. Ik kreeg namelijk een mailtje van Sony met de vraag of ik hun vlogcamera wilde uittesten. En daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen. Echt super tof. Hier zit die in. Dit is dus de Sony ZV-1. Echt heel nice. Ik ben echt mega benieuwd. Ik zal hem wel even openen. En ik ga hem ook in deze video testen voor jullie. Dit is geen gesponsord stukje. Ik heb hem gekregen en daar ben ik echt mega dankbaar voor. Dus dankjewel. Dit is hem. Mooi, hij is echt mega mooi. Hij is echt vrij klein en hij is ook echt mega licht. Dit is de batterij. Er zitten ook nog andere dingen in de doos. Waaronder ook dit statiefje. Hier kun je ook dus echt heel erg veel mee. Kijk, hier kan je het ook al een beetje zien. Ik zal deze ook wel even openmaken. Je kunt hem dus ook zo neerzetten. Hoe handig is dit? Oh mijn god. Kijk, en hier zitten dus ook een aantal functies op. Ook heeft ze er een SD-kaart bij gedaan. Mega chill en een extra batterij. Oké, ik ga hem aanzetten. Ik ben echt mega benieuwd. Hij gaat hier aan. Kijk hoe nice dit schermpje ook. Kan je ook zo draaien. Wow, ik moet wel even wennen dat dat schermpje nu aan de zijkant zit. Maar ik zal wel even een stukje filmen. Oké, guys. Dit is dus de kwaliteit van... Oh, ik moet echt niet naar dat rechterschermpje kijken. Oké, guys, dit is de kwaliteit van de Sony camera. Volgens mij is die echt mega mooi. Ik heb wel het idee dat er iets van een laagje of zo op mijn gezicht ligt. Maar misschien kan ik dat nog uitzetten. Oeh. Deze camera heeft dus real-time tracking. Dus dat is echt top. Dus hij kijkt voornamelijk naar de ogen. En daarop stelt hij dan ook vaak scherm. En daar volgt hij dus eigenlijk dit mee. En wat deze camera ook heeft is een steady shot. Dus als je loopt dan beweegt hij niet heel erg. Dus dat stabiliseert hij. Echt mega chill. En volgens mij zit er ook nog een app bij die je kunt downloaden voor op je telefoon. Ik zal deze even opdraaien om te kijken hoe dat is. Wow, dit is echt nice. En er zit dus ook nog zo'n fluffje op. Zodat je niet, als je buiten loopt, dat je niet zo'n ruis hebt van de wind. Oké, ik ga deze dus in deze weekvlog voor jullie testen. Ik ben echt mega benieuwd. Ik ga hem nu even helemaal instellen hoe ik het fijn vind. Dus ja, de volgende beelden die jullie gaan zien, zal ik met deze camera filmen. Oké, guys, ik heb net een video opgenomen hier achter mij. Alles ligt nu hier. Het is echt een bende. Maar ik heb een shoplog opgenomen, want die wil ik graag morgen online zetten. Want het is natuurlijk vrijdag kerst, eerste kerstdag. Dus ik denk niet dat er dan veel mensen gaan kijken, dus ik wil hem eerder plaatsen. Ik denk morgen, woensdag of donderdag, maar jullie hebben hem waarschijnlijk al kunnen zien. Ik moet echt heel erg wennen aan deze nieuwe camera. De kwaliteit is wel echt mega mooi. Ik vind het geluid alleen iets wat, ja, ik weet niet, ik heb natuurlijk net die video opgenomen, maar het klinkt wat holler of zo. En alsof het wat verder weg is. En het schermpje zit ook daar, dus ik moet niet te vaak daarheen kijken. Ik ga hem gewoon de hele week testen en ik hoor ook graag van jullie wat jullie ervan vinden. Of jullie deze mooier vinden of bijvoorbeeld degene waarmee ik hiervoor filmde. Hij heeft ook dus die eye tracking en dat zie ik dus ook op dat schermpje. Dat is wel heel erg grappig. En ik kan dus ook de achtergrond aanpassen. Volgens mij zie je dat nu. Hij doet wat. Oké, dit is een test. Ik film nu zonder het microfoonkapje. Dit pluizig dingetje.
En dit is met het kapje. Of met het pluizige dingetje. Good morning guys. Het is vandaag woensdag 23 december. Het is nu 11:55. En ik heb me net helemaal opgemaakt zoals je kan zien. Mijn haar is een beetje vet. Dus ik ga het vanavond weer wassen. Maar ik heb het even vast gedaan. Ik zal wel even mijn outfit in de spiegel laten zien. Want daar vroegen jullie vorige keer om. Oké, let niet op de troep. Ik ga het straks even verder opruimen. Maar dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb een trui aan van de Zara. Die kunnen jullie zien in de shoplog die ik gisteren heb opgenomen. En dit broekje is van Colin for Rebel. En ik heb gewoon een panty aan en mijn sloffen. Ik moet nog even kijken wat ik vandaag ga doen. Want ik heb niet echt heel erg veel plannen of zo. Wel jammer. Misschien dat ik nog even iets aan school ga doen. Want dat moet ik ook nog wel echt gaan doen. Alleen daar heb ik eigenlijk de tweede week voor. Want dan hebben we een soort van zelfstudieweek. En Whitney die krijgt een puppy. Echt zo cute. Dus daar gaan we zaterdag heen. En daar willen Jo en ik ook nog even een cadeautje voor kopen. Echt zo leuk. Ik heb echt zin om die te knuffelen. Ik heb net allemaal skincare besteld bij Paula's Choice en bij Look Fantastic. Want ik wil echt van die pukkels af. En ik zit allemaal TikToks te kijken van mensen die echt een vet mooie huid hebben. En die raden dus CeraVe en Paula's Choice aan. Dus dat heb ik besteld. Ik wil gewoon even een goede skincare. Want nu doe ik ook echt maar wat. Ik gebruik het alles door elkaar. Dus dat is ook niet echt goed. Oké, guys. Voor de mensen die me al wat langer volgen, die weten dat dit mijn favoriete mascara is. Dit is de Miss Baby Roll. En ik heb hem altijd in waterproof, maar hij was dus heel lang niet meer verkrijgbaar. En toen heb ik deze gebruikt, maar ik vind die toch echt minder chill dan deze. Maar Jul die stuurde me dus gisteren een linkje, waar ze dus nu weer op voorraad zijn. En ze zijn echt mega goedkoop, dus ik dacht ik deel het even met jullie. Want ik weet dat best wel veel mensen deze mascara gebruiken. En hij is nu dus €6,95, echt mega goedkoop. Normaal is je wel iets duurder dan €9,99. Maar dit is dus de website. Dit is geen samenwerking of iets. Ik heb het gewoon zelf besteld. Ik heb er gelijk 6 besteld voor als hij weer uit voorraad gaat. Maar ja, dus even een tipje als je ook die mascara gebruikt. Want hij is namelijk niet meer in de winkels te koop. Hij is soms ook nog wel eens op bol.com te koop. Maar daar is hij echt best wel duur. De prijzen verschillen sowieso best wel heel erg. Maar ja, echt mijn favoriete mascara. Dus die kun je dus weer daar shoppen. Oké, Jo en ik die zijn naar de dierenwinkel geweest en we hebben dit gehaald. Ja. Voor Whitney haar hondje. Echt schattig, zit toch maar zo'n touw in. En we hebben even bruisen eten gehaald. Even keren en nu gaan we even naar de groenteboer om wat groenten te halen voor ons kerstdinertje. Oké, guys, ik heb een pakket binnengekregen van Omoda. En ik heb nieuwe schoenen. Mega doos. Oh, ze zijn echt heel mooi. Oh my god. Hoe tof zijn deze. Oh mijn god, ze zien er ook echt super smal uit. Dat is echt perfect voor mijn benen en enkels. Oh my god. Ik zal even een linkje van de schoenen in de beschrijving zetten. Ik heb deze gekregen. Oké, guys, dit zijn de schoenen. Kijk hoe mooi ze zijn. Oh, ik ben hier echt mega blij mee. Ze zitten hier wel vrij los, maar dat vind ik op zich niet heel erg. Dan kan ik ze ook een beetje zo doen. Oh, I love it. En ik had het net al even over skincare, maar ik heb net een pakketje binnengekregen. Want ik had bij Look Fantastic dit besteld. Dit zijn CeraVe producten, dus die ga ik nu testen. Dit is dus voor een acne gevoelige huid. Wow. Hier zit echt vet veel in. Kijk hoe groot deze pot is. Zijn de kokosmacronen geworden? Guys, het is vandaag donderdag 24 december. En zoals je net kon zien heb ik mijn haar weer geprobeerd te feunen. Ik zag zo'n filmpje op TikTok en dat legt het best wel makkelijk uit. En zij kreeg er echt hele mooie krullen door. Maar kijk, ze draait hem zeg maar zo in dan.
Maar dat lukte mij dus echt voor gemeter. Kijk, de krul is er nu alweer uit. Maar op zich, mijn voorste plukken zijn nu wel goed gelukt. Ik heb gisteren weer zilver shampoo ingedaan. Alleen nu door de zon lijkt het best wel weer warm. Maar het is wel een beetje koel geworden. Oh, ik vind die voorste plukken echt mooi zo. Maar ja, dat blijft natuurlijk niet zo heel erg lang zitten. Ik wil ook een keer met van die rollers proberen, maar... Ja, dan moet ik die even bestellen. Het is nu bijna 12 uur en ik heb niet echt een planning voor vandaag. Zoals elke dag. Elke dag is hetzelfde. Ik word er echt moe van. Maar het is vanavond kerstavond. Morgen gaan we gezellig eten, dus dat is ook wel weer leuk. Ik weet ook nog niet of ik dit aandoe. Ik had dit even snel aangetrokken. Maar misschien dat ik even nog wat anders aan ga doen en dat Jo en ik misschien foto's gaan maken. Oké, het is 2 uur en Johan en ik hebben net foto's gemaakt en we zijn echt net op tijd, want het begint nu echt keihard te regenen en hagelen. Maar dit is wat ik aan had. Ik had een blouseje aan van Afternoons, of had ik het al laten zien. Shortje die ik gisteren ook aan had, die is van Colorful Rebel en ik heb mijn nieuwe laars erbij aan. Mega leuk. Ik ben net even met Johan ook naar het Kruidvat geweest. Ik heb het echt zo koud. Ik wilde zo'n grote haarclip. Ik heb laatst van die kleintjes gekocht. Die heb ik nu ook in mijn haar. Deze. Maar ik wilde zo'n grote. Want ik dacht, misschien is dat wel handig. Ik zie het ook altijd bij TikTok. Zo. Geen idee hoe het eruit ziet, maar... En ik had nog nieuwe foundation nodig, want die van mij was op. En ze hadden 1 plus 1 bij de Kruidvat. Dus die heb ik ook gekocht. Oké, guys, het is al even iets later. Het is nu 4:15 en het is natuurlijk vanavond kerstavond. Dus Jo en ik die hebben ook net even wat boodschap gedaan, last minute. Maar Silla die kwam net langs met een vet lief tasje. Echt mega cute. Dus als je dit ziet, Silla, echt heel cute. Maar ze had een vet leuke kaart gemaakt. Met foto's van ons. Echt heel lief. En ze had nog een armbandje erbij gedaan van Ed Aido. Dat is een juwelier... In Langendijk volgens mij, of in Noord-Schorwoude. Volgens mij is het bijna hetzelfde. Maar ja, dit supermooie armbandje. Ik weet niet of je het goed kan zien zo. Ja, zo kun je het wel beter zien. Maar ik had deze dus al. Ook van Silla gekregen, maar die was ik dus verloren laatst. Maar het is dus echt een mega mooi armbandje. Echt heel blij mee. Echt mega lief. Dus thanks, Jill. Maar ja, het is dus vanavond kerstavond. Dus wij gaan vanavond cadeautjes doen. Morgen gaan we lekker eten met mijn opa. We hebben zeg maar zo'n rijsttafel besteld. Echt vet lekker. Ik hou daar echt van. En volgens mij zit er ook sushi bij. En dan de tweede kerstdag kon mijn oma eten en mijn oom. Dus zeg maar de broer van mijn moeder. Echt heel erg gezellig. Ik heb er echt zin in. Twee. Morning guys, het is vandaag vrijdag 25 december. Wat betekent dat het vandaag eerste kerstdag is. Ik hoop dat jullie leuke feestdagen hebben gehad. Want als deze video online staat is het natuurlijk al geen kerst meer. Maar ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Ondanks alle maatregelen en zo. Maar ja, ik heb me net even helemaal omgekleed. Ik heb nu een topje aan van Naked. Het is wel van vorig jaar. Volgens mij had ik deze vorig jaar ook aan met kerst. En een glitterrokje van Volk. En ik heb een stippenpanty erbij aan. Maar zoals ik al gisteren zei, mijn opa komt vanavond eten. Morgen komt mijn oma en mijn oom. Dus dat is ook heel erg gezellig. We hadden gisteren nog cadeautjes gedaan. Was ook echt heel erg leuk. Ik had van die satijnen kussenslopen gekregen voor mijn haar en voor mijn huid. Is dat. En ik heb ook nog een shampoo en conditioner gekregen. Die ik had gezien op TikTok. Van, ja, het is zo'n meid op TikTok. Waarschijnlijk hebben jullie ook wel gezien als je op TikTok zit. Maar zij heeft echt prachtig haar. En ik heb dus ook van haar iets besteld. Of nou ja, dus niet van haar. Maar zij gebruikt dus producten. Kijk, deze meid. Echt zulk mooi haar heeft zij. Het is echt bizar. En zij gebruikt dus ook die shampoo en conditioner. Dus die had ik gevraagd voor kerst. Echt heel erg leuk. En ja, vanmorgen hadden we een lekker ontbijtje. Het was ook heel erg lekker. Had Jo klaargemaakt en mijn moeder.
Hey guys, het is vandaag zaterdag. Het is vandaag tweede kerstdag. En ik heb me net helemaal opgemaakt. Ik heb net ook een TikTok gemaakt van mijn outfit. Ik heb nu dit aan. Blazer is van Volk. Ik heb een body aan van By Demme op Instagram. Leren legging is van de Zara. En mijn schoenen zijn van Stradivarius. Echt heel erg leuk. Als je me nog niet volgt op TikTok, ik heet Esmee Alyssa Geel op TikTok. Want ik maak tegenwoordig iets meer filmpjes. Vind ik wel leuk. Dus ja, dat is wat ik nu aan heb. Ik heb voor kerst dat ik van die satijnen kussenslopen gekregen. En die zijn uit de was. Dus die ga ik er even omheen doen. Dan kan ik er vanavond gelijk op slapen. Oké, dit zijn dus die kussenslopen. Ze zijn een beetje gekreukeld. De andere kant heeft wel gewoon zo'n katoenen achterkant. Dus stel, ik lig toch niet heel lekker in de avond. Dan hoef ik niet helemaal een andere sloop te pakken. Of gewoon omdraaien. Ik krijg trouwens altijd heel erg veel vragen waar dit dekbed van is. Maar deze is gewoon van de Hema. Die met die stippeltjes. Echt heel erg leuk. Ik heb al een tijdje. Oké, hij is wel een beetje te groot, wat ik al dacht. Maar op zich... Ja, het is niet super mooi, vind ik. Maar ja, als het goed is voor je huid en haar. Ik ben benieuwd. Oh ja, voor de mensen die me trouwens op Instagram volgen. Ik weet niet of jullie het hadden gezien, maar ik had laatst in mijn story iets gedeeld dat ik met Fleur zou gaan filmen. Alleen als jullie Fleur zelf volgen, dan weten jullie het misschien al, maar zij heeft dus corona. Dus het kon helaas niet doorgaan. Maar we zijn wel van plan om binnenkort nog te gaan filmen. Maar we zouden dus dinsdag gaan filmen, maar dat kon helaas niet doorgaan. Oh, ze zijn echt heel shiny. Even die andere kussentjes ervoor. Het is inmiddels zondag. Het is nu 4:55. En ik heb vandaag echt vrij weinig gedaan wat boeiend was om te filmen. Ik heb net mijn boekhouding gedaan. En ik wil ook de vlog gaan afsluiten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie nog even vragen om een reactie achter te laten in de comments. Zoals jullie weten, aan het begin van deze video heb ik natuurlijk deze camera waarmee ik nu film laten zien aan jullie. Ik hoor graag van jullie wat jullie van de kwaliteit vinden, van het geluid. Of jullie dit fijner vinden dan de camera waarmee ik hiervoor filmde. Want daar heb ik echt mega veel aan. Ik heb wel het idee dat de kwaliteit beter is. Ik moet wel heel erg wennen aan de camera, maar dat is natuurlijk logisch omdat die helemaal nieuw is. En als ik het goed heb, is dit ook de laatste video van 2020. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. Ondanks dat het echt een kutjaar was, als ik dat mag zeggen. Maar ja, ik hoop dat 2021 veel mooier gaat worden en dat het allemaal over mag zijn. Maar ik denk dat het nog wel even gaat duren. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor alle support. Ik hoop dat jullie fijne feestdagen hebben gehad en dat jullie een leuke jaarwisseling hebben. Als je tot het einde van deze video hebt gekeken, laat dan even een vuurwerk emoji achter. Dan weet ik dat je tot het einde hebt gekeken en dat vind ik altijd heel erg leuk. Heel erg bedankt voor alles en ik zie jullie weer bij de volgende video's. Doei!